De maatschappij beseft meer en meer dat we te maken hebben met heel veel verlies van drinkwater in het huidige leidingscircuit. En men wil dit eigenlijk gaan reduceren naar de toekomst toe. Wij moeten hier een nieuwe drinkwaterleiding plaatsen. De opdrachtgever is Faris, een grote drinkwatermaatschappij die hier in de streek de bevoorrading van water voorziet. Het niet-destructief onderzoek past perfect in dit kader. Dankzij dit soort onderzoek kunnen we een kwaliteitsgarantie bieden en zodoende eigenlijk het risico op lekkages gaan verminderen. Staal laat niet toe om korte bochten te nemen en in dit geval was het noodzakelijk om eigenlijk het boortraject te kunnen volgen. Vandaar dat HDP eigenlijk een heel geschikt materiaal was om toch een gestuurde boring te kunnen maken. GF heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk alle machines, alle tools en benodigdheden en training on-site erbij waren, zodat deze buis goed kon gelast worden. Vandaag heb ik dus de mensen al mee helpen opstarten van hoe dat ze het materiaal moeten gebruiken. Rondschrapen, positioneerklemmen, het lassen. Voor zo'n diameters te maken moet je een grote lastbank hebben. Desondanks dat hebben we daar eigenlijk wel op een mooie doorlooptijd de string kunnen klaarmaken, zoals u ziet achter mij, tot zijn volledige lengte van 740 meter en zijn de ervaringen zeer positief. Het project zelf hier is 1,4 miljoen euro waard. De buis zelf en de hulpstukken is daarvan helemaal een fractie natuurlijk. De verwerking daarvan is pakken meer. Daarom is het ook noodzakelijk dat eigenlijk de verwerking van die stukken zo vlot mogelijk gaat. GF investeert daarom heel hard in opleiding ook. On-site en on-site assistance. Als GF zijnde willen we vanuit België meer en meer inzetten op innovatieve services. En daar past track and trace als ook niet-destructief onderzoek. Hetgeen dat we hier vandaag gezien hebben, past daar perfect in. En we willen eigenlijk naar de toekomst toe een service team op de been zetten die daar in de field de klanten kunnen gaan ondersteunen. Momenteel zijn wij als George Fisher de enige met NDT testen met een pass-fail criteria op polyethyleen en op polypropyleen. En dit voor alle spiegelassen en ook elektrolassen. We zijn er heel fier op dat we dit mogen demonstreren hebben tijdens dit project. Next steps, obviously polyethylene is a great material, also for big dimensions, and we're also very confident that it works and very good. So here now the next steps are just to do more projects in big dimensions and show how great the material works.